De decentralisatie van de rechtspraak krijgt steeds meer gestalte. Dit zei president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, vandaag bij de openingszitting van de rechtspraak en rechtszorg in Marwijnen en Brokopondo in de trouwzaal van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Vanaf vandaag wordt op elke eerste maandag van de maand een zitting gehouden voor civiele zaken. We zijn al in die keri. Paramaribo al altijd. We zijn nu als derde plaats hier in Marwijnen. En zo aanstonds zijn we ook in Brokopondo. Als de behoefte er is, zullen we verder uitbouwen. Maar dat begrijp ik en ik verneem dan vanuit de regering welke behoefte er bestaat voor de bevolking en het volk van de verschillende districten. De rechtspraak ontwikkelt zich verder en wil de toegankelijkheid van de burgers vergroten. Daarom dat we dichter bij de burgers van Marwijnen komen. Hier waar de mensen wonen, werken, ondernemen, hun kinderen ter wereld brengen en verzorgen en waar men in familieverband leeft. Rasoel Baks sprak van een grote behoefte aan rechtspraak op het gebied van familierecht en burgerlijke stand. Justitieminister Kenneth Amoksi is ingenomen met het feit dat de rechtspraak naar de districten wordt gebracht. Het was uitdagend, maar u ziet, uw inzet wordt beloond. Het ministerie van Justitie en Politie heeft ook een programma decentralisatie van de rechtspleging, van de rechtszorg opgenomen. We hebben een project daarover en het loopt wat stroef, maar ook wij gaan ons deel realiseren. De diensten van BUFAS, de diensten van het kantoor rechtszorg, we zullen dat allemaal ook hier realiseren, omdat het een volwaardige onderneming moet zijn. Ik heb al gezegd dat met de realisatie hiervan een van mijn beleidsvoornemens, namelijk decentralisatie, decentraliseren, deconcentratie van de rechtspleging, een feit wordt. Het is nu civielrecht, maar ik heb goede hoop dat ook voor wat betreft de strafrechtspleging dat ook bereikt zal worden. Amoksi heeft goede hoop dat de strafrechtspleging ook naar de districten kan, naast de civiele rechtspleging, die nu ook een feit is in Marwijnen. Rasoel Baks stelt dat rechtshulp en ook rechterlijke adviezen gegeven moeten kunnen worden in alle bestuursgebieden.